Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn tool was als ik van nee, I'm okay. Stefan is naast me. Ik lig lekker in bed. Er is niks aan de hand. Ja. Libby, kijken. De datum. Wanneer ik ga bevallen. Ga ik het zeggen of ga ik het niet zeggen? Take it easy. Maar ik eerlijk, ik zie gewoon onwijs op tegen die bevalling. Poging 2. Oh. Ga je de kleren van mama uitzoeken? Op de bevalling zelf? Nou, daar zie ik niet zo tegenop. Niet tegenop? Nee, het is eerder... Ik denk dat ik het moet doen, zeker. Je moet dat jij het moet doen. Het is maandagochtend. Welkom bij een nieuwe video, zeggen we dan. Welkom bij een nieuwe vlog. Hey, wat leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe video van de Zweersfamilie. Onze mega avonturen voor de komende weken en afgelopen weken. Ja, het is vandaag dus maandagochtend. Ik ben gelukkig goed wakker geworden, goed geslapen. Kijk, die plasmomenten in de nacht, die tel ik niet meer als ik me slaap. Dus daar ben ik super dankbaar voor. Gisteravond begon ik bijna weer in een paniekaanval te komen met allemaal gedachtes. En het is zo tricky vanwege dat je dan zo in je hoofd opgenomen kan worden. Maar wat mijn tool was, was ik van nee, I'm okay. Stefan is naast me. Ik lig lekker in bed. Er is niks aan de hand. Mijn lichaam heeft... Die film is een beetje hard, sorry. Mijn lichaam doet pijn, maar het is hier en hier en daarom. En toen appte het gewoon helemaal weg. Dus vaak helpt het ook gewoon van... toelaten dat je het niet gaat van... Oh nee, oh nee, oh nee. Maar meer van, oké, je bent er. Ben je echt? Wat is er aan de hand? Wat denk je dan aan? En zo appte het weg. Ik was heel erg bang om vandaag alleen te zijn. Toen dacht ik, nee, wat een onzin. Als het niet lukt, dan bel ik Stefan en is hij zo weer thuis. Dus het gaat nu echt heel goed, gelukkig. De kussens van de bank waren gewassen en je kan al raden, 10 minuten later, toen de hoezen er weer op zaten, had Libby diarree op de bank. Dus ik ga nu even de hoezen terug erop doen. En heerlijk op de bank vertoeven vandaag. En dat is oké. Maandagavond. Ik ben officieel kenkels aan het creëren. Dus dikke enkels. Maar ik heb weer een Vinted pakketje binnengekregen net. Dat maakt alles heel goed, hè? Ja. Ja. Maar ik wil jullie even laten zien. Van het merkje Marmar heb ik dit rompertje, een setje. Dat deed ze samen weg. Als een bundel. En ik heb rekening gehouden met Stefan, want die houdt van ritspakjes. Boxpakjes van Susukoshi. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar het vond ik een heel leuk merkje eruit te zien. En ik vond dit stofje ook wel super leuk. En dit pakje zat erbij van de Zara. Superleuk. Ik hou ervan. Vooral met een tweeling straks, waar je ze heel vaak moet omkleden. Ja, heel leuk. Was je bij een baby geweest? Ja, van je baby. Baby Matteo. Oh. Was je bij de baby op visite? Hebben jullie dan onderweg lekkers gehaald? Ja, lekkers. Patatjes. En Libby, die heeft ergens mijn verlovingsring gevonden. En die had ze dus mee, blijkbaar. Hoe kwam je erachter dat ze die had? Omdat ze ermee rondliep. En ik dacht eerst dat ze van hunzelf dat gepakt hadden. Ja. Maar dat was niet zo. Echt super random. Bijzonder, hè?
Ik geef jullie na het eten wel even een update van de verloskundige, want dat is, nou, de gynaecoloog, waar we geweest zijn vandaag. Praktisch uitleg hoe een tweelingbevalling gaat. Maaike is weer hier. Wat wordt er nou met mijn kind gedaan? Ja? Libby, kijken. No! We zijn even lekker aan het lunchen. Stefan heeft me eruit gestuurd. Samen met mijn zus. En het lukt op zich wel goed. Als ik maar kan eten, zometeen ijs. Hallo lieve luidjes, het is alweer donderdagochtend. Voor een half uurtje nog. Libby is lekker op de knipoog. Ik heb voor het laatst mijn nageltjes even gedaan. Lekker neutral. Want voor het laatst, nou ja, voor de bevalling en na de bevalling weet ik echt niet wanneer ik weer tijd heb om te kunnen gaan. Maar ik heb jullie nog helemaal niet bijgepraat over ons bezoekje bij de verloskundige. En praktisch gezegd hebben we de datum wanneer ik ga bevallen. Ga ik het zeggen of ga ik het niet zeggen? Kijk, mij boeit het allemaal niet, maar... laat ik het als verrassing houden. Voordat ik op die dag overladen word met alle berichtjes en dingetjes. Maar het duurt niet lang meer. Dat kwam wel even binnen. Dat ik dacht van... Oh, wauw! Gewoon, ik sprak het uit, die datum. En toen moest ik echt instant huilen. Hormonen, maar ook gewoon het lang verwachten. En het soort van uitzitten dat je nog... nu hebt. Maar ze zegt, ja, je bent een wandelende couveuse. Ik zeg, ja, ik heb het echt zwaar. Ze zegt, ja, dat is eigenlijk bij alle tweelingmama's met vanaf 34 weken die het gewoon echt even niet meer zitten. Dus het gaf wel een beetje bemoedigend. Nou ja, het gaf wel een beetje rust van, ja, oké, ik ben niet de enige die het zo heftig vindt. Ik kan ook niet meer draaien in bed of het doet pijn. Ik moet mijn buik vasthouden, opstaan, alles. Nagels doen heb ik echt nu 2 dagen rustig aan moeten doen om dit te kunnen doen. Maar ja, Lou ligt goed. Dus ik ga natuurlijk bevallen. Althans beginnen. En Jess die ligt nog steeds dwars. Die ligt nog steeds met haar hoofdje hier. Daar gaat het hoofdje. Ik heb zwart aan, je ziet het niet. Maar de hoofdje hier en de billetjes hier. 9 van de 10 keer draait ze mee. Als Lou eruit is met het hoofdje of met de billetjes naar beneden. Maar ze moest ook het scenario uitleggen voor als de beentjes eerst eruit kwamen. Oeh, dat is wel even frikken en vroegen en... een dingetje. Er gaan 6 man aanwezig zijn op die kamer. 2 gynaecologen, gynaecoloog assistent, ja, opleiding, nee, assistent. 2 verpleegkundigen, een co-assistent. Dan een echo-apparaat, want ze houden met de echo vooral Jess in de gaten. En dan gaat Stefan aanwezig zijn en mocht nog maar 1 iemand daarnaast aanwezig zijn. Dus Marielle, mijn schoonzus, die gaat er ook bij zijn. Helaas kan mijn moeder er niet bij zijn, maar die zal wel alvast hier zijn om Libby hier te ontvangen en te hebben. We moeten ook een paar dagjes waarschijnlijk blijven. Vanwege de hele bilirubine vanwege het hele verhaal met Libby wat er is gebeurd, wordt meteen navelstrengbloed afgenomen en... hebben ze een meter op het hoofdje
bijvoorbeeld op het hoofdje, maar ook bloed prikken om de zoveel tijd om hun waardes in de gaten te houden. En ja, je hebt gewoon grotere kans, omdat ze met 37 weken gaan komen, dat ze veel geler gaan zien. Dus ze zegt, ja, dan moet je wel echt even voorbereiden dat je mentaal niet de stress schiet. Althans, ja, dan moet ik me gewoon voor voorbereiden. Want dat is gewoon een hele grote trigger, wat bij Libby is geweest. En wat ik nu vaker heb bij, als ik babytjes zie die geel zijn. Of mensen die geel zijn. Meteen een trigger. Dus dat is wel fijn. Daarbij mag ik dan gewoon bijblijven. Stel dat één kindje naar de couveuse afdeling moet, dan mag Stefan dus niet blijven. Zo bizar. Ik vind dat echt heel gek. Maar goed, ja. Ik dacht, ik lig toch al op een kamer met dan één kind. Maar kan hij toch op de bank slapen? I don't know. Maar goed, dus ik heb mijn koffer iets even anders ingedeeld qua wat meer spullen meenemen dan dat ik in mijn hoofd had. Nou ja, misschien gaan we ook wel dezelfde dag naar huis. Maar het gaat sowieso niet het geval zijn. Bij een tweelingzwangerschap moet je altijd een nachtje blijven. Dus ja, we gaan het zien. Ik had een heel heftig weekend waar ik er heel erg doorheen zit. Ik merk dat ik de laatste dagen ja, half-half voel. Ik merk dat ik echt een battle in mijn hoofd heb van, oké, Sanne, rustig aan doen, take it easy. Maar ik zie gewoon onwijs op tegen die bevalling. Onwijs. Ik heb liever dat het al over is dan dat het nog gaat gebeuren. Ja, heel veel vinden het magisch en heel veel vinden het geweldig en heel veel vinden het fantastisch. Hetzelfde als van, ja, geniet er nou nog maar van. Want ze zitten nu nog in je buik. Ik heb dat bij Libby ook niet gemist. Maar dat komt. Ik zit en ik kan gewoon niks meer. En gewoon mobiliteit is nu weg. Dus het is een beetje lastig om daarna te denken. Ja, had ik het bij Libby, heb ik het niet gemist. Omdat ik meteen in survival modus ben gegaan. Of ja, heb ik het echt niet gemist. Dus ik ben benieuwd of ik het ga missen na deze bevalling. Ja, en je weet al een keer hoe het is geweest. Je weet al dat hoe de bevalling is gegaan. Je weet wat weeën zijn, je weet wat pijn is. Je weet wat uitputting, uithoudingsvermogen. Het is gewoon onmenselijk hoe pijn weeën zijn. Dus ze zei ook, ja, die weeënstorm gaan we jou ook niet meer aandoen en niet meer doen. Ik denk, hoe ga je dat dan wel doen? Want als ik word ingeleid, ja, dan krijg je weerbekkers. En daar zie ik heel erg tegenop. Maar toen dacht ik, ik moet echt bij mezelf gaan blijven die dag. Ik moet echt meteen zeggen wanneer ik een ruggenprik wil. Ik wil echt meteen weten van, oké, ik mag ook een bad. De eerste mag ik gewoon het bevallen zoals ik wil. De tweede moet op bed. Dus dat is wel... ja, dat komt omdat zij nog gewoon niet goed ligt. Dus dat snap ik ook wel. Dus ik ben benieuwd of als ik een ruggenprik heb, ja, dan moet je sowieso op bed, want dan voel je niks meer. Dus ik ben heel benieuwd. En aan de andere kant moet je alles ook maar weer laten gaan, want je weet ook niet hoe het zal gaan die dag. Dus dat is wel een beetje, ik weet al wat ik wil, maar je laat het ook wel weer een beetje gaan. Het is echt een beetje dubbel, maar it's okay. Anyway. Ik praat er weer veel te lang. Zullen wel de helft al afgehaakt zijn en doorgespoeld hebben. Maar ja, dat is het een beetje. Stefan heeft trouwens eergisternacht het dak open laten staan van de auto. Alles zeikenat. Alles zeikenat. Nog steeds nat, vochtig. Dus dat is wel jammer. Maar ja, dat doe je ook nog maar één keer en daarna nooit meer. Ik ga straks Libby ophalen. Ik denk, het kwam echt niet zo uit dat Stefan haar kon halen. Hij had me al gebracht naar de nagels. Ik zeg, ga het gewoon proberen. Het is 10 minuten rijden. En we zien het wel. En anders lukt het niet. En dan, maar ik moet heel rustig blijven. En ik heb een goede dag vandaag, dus ik durf het aan. Maar ja, dat is ook de allerlaatste keer dat ik rij. En we hebben een hele grote, hoge auto.
Dus mijn benen knallen wat minder af. Dus ik heb net ook een stukje teruggereden. Dus dat vond ik wel op zich al goed gaan. Ik ga nu nog even Downton Abbey verder kijken. Daar ben ik wel helemaal gek op. Dus dat is mijn go-to Netflix serie nu. Deze laatste 2 weken. En terwijl het ook gewoon ieder moment nu kan gebeuren. Ik praat veel te lang. Oké. Ik spreek jullie weer. Wat was je nou net aan het inpakken? Hier. Ja. In die zoetzoet. Ja. De vluchtkoffer. Voor als ik wil vluchten. Waar wil je heen vluchten dan? Weg. Weg van hier. Is het zo erg? Nee, het valt echt reuze mee. Dat was geen rode kaart. Oh, schatje. Hoe vind je het nu het dichterbij komt? Ja, let's get it over with. Toch? Ik heb het net allemaal opgevouwen, hè? Echt super fijn. Tijger? Nou zeg. Let's get it over with. Steve, je bent nu echt alles om het gooien. Ja. Zie je er tegenop? Heb je er zin in? Ik heb er wel zin in. Waar heb je zin in? Wat maakt het dat je er zin in hebt? Nou, gewoon nieuwe avonturen. Ja. Nieuwe avonturen. Ook de bevalling zelf. Nou, daar zie ik niet zo tegenop. Niet tegenop. Nee, het is eerder. Ja, dat ik het moet doen, zeker. Iemand dat jij het moet doen. Het is eerder de periode daarna. Waar ik heel veel moet doen. Ja. Denk je dat de uitgerekende... Ik heb het de volgers niet verteld. Maar denk je niet? Dat ik de uitgerekende... Dus je hebt niet verteld dat het op de... Denk je dat ik daarvoor ga bevallen? Of op die dag? 50% kans. Oh, je bent echt... Dat je voor die datum gaat bevallen. Nee, maar je hebt al indalingsweeën. Bijna elke avond. Ook zonder dat je het tegen me zegt. Ik heb er nu vandaag geen last van. Nee, maar vannacht wel weer. Maar dat is oké. Dus ik verwacht dat het wel binnen nu in 2 weken gaat komen eigenlijk. Ja. Huh? Moet je kijken, je buik ligt ook lekker laag al. Heel laag, hè? Best wel laag ligt het, ja. Kijk wie hier ligt. Ja, we moeten die jetsers aan de kant houden. Are you kidding me? Thank you. Hier ligt... Ja, wie ligt daar? Hier ligt de billetjes van Jess. Oh, billetjes van Jess. Even een pak op je billen geven. Oh, en ze is weg. Ja. Ik hou van jou. Ook van jou. Oh. Je duwt wel heel hard op de... Ja, is ze nu aan het bewegen? Ja. Daar ligt haar hoofdje. Oh, hier ligt haar hoofdje. Dus die ligt beneden, dat is goed. Ja, ik hoop dat het zo blijft. Oh, lieve baby's. Beetje hard. Hier is je vader. Hier is je vader. Hallo. Yeah. Herkennen jullie me al? Nou. Deze pilletjes zijn echt mijn lifesaver nu de afgelopen dagen. Ik heb van de gynaecoloog omeprazol gekregen voor mijn maagzuur. Die ik heel heftig heb s'nachts, waardoor ik rechtop moest slapen. Nou, ik heb gewoon alweer 2 nachten gewoon liggend kunnen slapen. Oh, heaven. Heaven. Dus ik ben echt... En ook heel erg pijn had ik hier in mijn borst en tussen mijn rug. Iedere keer brandend. Dat heb ik dus nu ook niet meer. Ik ben altijd een beetje huiverig voor pillen slikken en hou ik niet van. Maar oh, thank God, there's medicine. Het is nu vrijdagochtend, Libby is weer lekker naar de knipoog. Boodschapjes komen weer zo. En ik ga eventjes lekker lezen. Lekker journalen. En dan denk ik weer verder even met Downton Abbey kijken. Poging 2.
Met poging 1 in deze auto, hè? Poging 1 in deze. Poging 2 voor überhaupt auto's. Zelfs met jouw stoel die op de allerverste stand staat. Ja. Past deze in ieder geval. Oh. Zo. Past dat? Ja, past dan. Past wel, hè? Past dat? Daar komen Jess en Lou zitten. Kijk eens. Dit past echt helemaal perfect zo. Ga je de kleren van mama uitzoeken? Ja. Brandalarm ging net af, hè, Libby? Want we waren te lang in douchen. Mijn stapeltje. Stefans stapel. Die aan? Ja, die is ook een beetje warm. Ik moet even iets zoeken wat wat minder warm is. Een jurkje van mama. Oh nee, kijk uit. Moeten we die wel laten hangen, hè? Zo. Een jurkje. Ik denk dat papa boven al jurkjes aan het pakken is. Ben je mooi? Heb je unicorn aan? Cooper die was vannacht bang, hè? Die kwam hier naar boven gerend. Want er waren allemaal knallen en vuurwerkbommen. Och, ze is een snoef. Onze vloef, vloef, vloef. Waarom gaat die slurf omhoog? Omdat hij zijn moeder vasthoudt. Oh, wat leuk aan de staart. Tjoe, grote flappers. Oh, die is zo schattig. Maar dit is wel eentje die in het circus zit. Namelijk, dit is de ninja. Ik heb een ninja olifantje. Kijk zo, hier ook. En dan zit hier ook een slurfje aan vast. Wauw. Zullen we doen, Koek? Zullen we lekker aan het borstelen? Kijk, ze hebben een prachtige schort. Wauw. Goedemorgen, het is vandaag zondagochtend. Vanochtend echt een super rare ochtend. Ik dacht dat de voordeurbel ging, maar dat was niet zo, dus we waren klaar wakker. Ik zal wel gek dromen. Oh, vandaag weer lekker rustig aan. Gisteren was het echt super lekker om als gezin gewoon heerlijk rustig aan te doen. Even naar het strand. Even quality time samen en geen klusjes moeten doen. Vandaag ga ik de laatste check doen op mijn vluchtkoffer. Dat ik toch wat dingen erin heb zitten die ik wel belangrijk vind. Want het kan ieder moment gebeuren. En voor de rest helemaal niks. Heerlijk. Het weer gaat ook niet zo lekker zijn. Dus lekker binnen spelletjes spelen. Ik zal je nog even de buik laten zien. Want morgen ben ik 35 weken zwanger van een tweeling. Dus ik zal jullie even de buik laten zien van 35 weken. Nou, dit is 35 weken, jongens en meisjes. Het is echt een bal. Oeh. Een balletje. Ja. Het is ook echt heel zwaar. Ik moet iedereen zo vasthouden. Het is echt super gek. Ik vind het toch wel knap. Ik vind het toch wel knap van je lichaam dat het dan ook weer helemaal terug kan groeien of zo. Ja. Dus. Nou, hierbij sluit ik de vlog af. En ik zie jullie
hopelijk, denk ik, volgende week. Bye bye.